Vandaag werd de eerste veiligheidscheck uitgevoerd in Arnhem. RTV Arnhem was erbij aanwezig en keek hoe de check werd uitgevoerd. Wij zijn hier vandaag om winkeldiefstal te voorkomen en om de winkel-eigenaars daar tips over te geven. Daarbij voeren we dan een veiligheidscheck uit. Wat kunnen winkeliers zelf doen om de veiligheid in en rond de winkel te vergroten? Nou, wij gaan vandaag met studenten van ROC Rijn-IJssel de winkels langs. En zij checken eigenlijk 12 punten. En het gaat over het begroeten van de klanten, huisregels ophangen, wat er in de winkel geldt. Maar het gaat ook over camera's ophangen, wat preventief werkt. En overzichten in de winkel en nog 8 andere punten waarop winkels zelf de winkelcriminaliteit tegen kunnen gaan. U bent hier met uw studenten vanmiddag. Is het een leuke praktijkervaring? Ja, het is een bijzondere mooie praktijkervaring in samenwerking met het CCV. Studenten moeten ook zeg maar, leren werken, praktisch werken in het publieke domein. En met dit soort opdrachten, zeg maar, qua communicatie, qua attitude, hè, qua ook het voeren van een gesprek op de juiste manier met een winkelier, versterkt hun onderwijsproduct. En dat is heel goed voor hun toekomst. Wat doet het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid nog meer aan veiligheid? Nou, naast deze veiligheidscheck ondersteunen we ook gemeenten bij het opstellen van een integraal veiligheidsplan. Dus hoe kun je je mensen, je middelen die je hebt, zo goed mogelijk inzetten. We helpen de politie met goede manieren van opsporen. Maar het allerbelangrijkste is dat we de bewoners van Nederland, maar ook de ondernemers van Nederland helpen met wat ze heel mooi noemen handelingsperspectieven. Wat moet ik nou doen als ik iets zie? Ondernemers kennen hun winkel het beste van iedereen. Bewoners kennen hun wijk het beste van iedereen. Zij zien vaak dingen waarvan ze denken, hé, dat voelt niet helemaal goed. Nou, wat kun je in dat moment, op dat moment doen? En als je daar meer informatie over wil hebben, kijk op de website www.hetccv.nl.